Goedemiddag. Velen hadden er nog nooit van gehoord en opeens was je er, midden in het nieuws. De bitcoin, de digitale munt die langzaamaan het internet verovert. In korte tijd was de waarde van het betaalmiddel gestegen van pak een beet 10 euro tot net iets minder dan 900 euro. En dat klinkt als een aardige investering met een pittig rendement. Politici, banken en toezichthouders waren er dan ook als de kippen bij om te waarschuwen voor de risico's. Ze vallen niet onder toezicht, ze vallen niet onder de wet financieel toezicht. Het zijn geen erkende betaalmiddelen. Er zit dus ook geen enkel garantie op. Want naast het gevaar van bubbelvorming zou de bitcoin ook geschikt zijn voor witwaspraktijken. Een van de kenmerken van de bitcoin is dat het betaalverkeer zich volledig onttrekt aan het toezicht van overheden en centrale banken. Adepten van de bitcoin benadrukken dit juist als een sterke kant van het betaalmiddel. Critici vinden dat de digitale munt ongeschikt is als vervanging van het reguliere geld. Er zijn inmiddels meer dan 12 miljoen bitcoins in omloop en die vertegenwoordigen een waarde van zo'n 9 miljard euro. Is de bitcoin een piramidespel, de zoveelste zeepbel of een serieus digitaal alternatief voor de euro, de dollar en de yen? Hier in de studio twee gasten, bitcoin-believer en internetondernemer Patrick Saval en internetjournalist en cynicus of criticus, mag ik je zo noemen, Maarten Reinders. Patrick, jij zat je van de week te ergeren aan onze manier van berichtgeving over de bitcoin. Je vond het niet diep genoeg en niet gedetailleerd genoeg. Ga je gang. Wat is volgens jou nou de essentie, het belangrijkste kenmerk van de bitcoin? Ervan uitgaande dat een groot deel van onze kijkers eigenlijk nog niet goed weet wat het is. Nee, dus je moet, als je over bitcoin praat, praat je niet alleen over geld. Je moet dus een paar dingen uit elkaar halen. Je bitcoin is om te beginnen, heeft die Satoshi Nakamoto, hè, waarvan we denken dat hij het gemaakt heeft. Dat is een Japaner, ja. Heeft hij een heel belangrijk probleem opgelost voor mensheid. Dat is het decentraal overdragen of bewaren van eigendom. Het vastleggen van eigendom decentraal. Dat wil zeggen zonder dat er een centrale autoriteit nodig is. Nou, dus dat is een netwerk wat eigendom kan vastleggen. Heel veilig, heel transparant, heel snel. Daarop heeft hij natuurlijk het Bitcoin-netwerk, een betaalsysteem gebouwd. Nou, dat Bitcoin-netwerk bestaat natuurlijk uit al die miningcomputers, al die dingetjes. Ja, nou, je verwijst naar een heleboel dingen waar mensen eigenlijk geen idee hebben. Dus we hebben het concept, ja? We hebben het netwerk en we hebben het muntje. Maar dat netwerk, dat concept, hoeft helemaal niet alleen maar voor geld gebruikt te worden. Je hebt zoiets als colored coins, colored bitcoins. Dat kan ook gebruikt worden om eigendom van aandelen vast te leggen. Eigendom van digital assets, smart assets, eigendom van certificaten. Oké. Een hele veilige heel even terug, want ik wil het nu echt stap voor stap doen. Ja, dus er is dus een netwerk, een internationaal netwerk van computers, het internet. Of in ieder geval een deel van het internet. Waarop je dus kan vastleggen wat van jou is. Ja, digitale dingen kan je vastleggen. Okay. En dat gaat dan bijvoorbeeld om auteursrechten, om wat je kan er een DRM-systeem op bouwen. Prima, dat is aandelen, één. Ja. Vervolgens gebruik je dat systeem om eigendomsrechten vast te leggen van een bitcoin. Van het muntje. Juist. En dus wat is dat muntje dan? Dat muntje, dat is een betaalmiddel. Ja, een maar wat is het? Wat heb dat ik is, dat ik is eigenlijk is dat gewoon een sleutel in je telefoon of in je wallet of in je computer. Mm-hmm. En daar kan je iets mee kopen. Dan stuur je naar het adres van een ander. Dus dat is het leuke. Ja. Bitcoin is een elektronische implementatie van contant geld. Juist. Oké. En dat contant geld kan ik zo van mijn zak zo in zijn zak stoppen. En daar kijkt niemand. Dus dat is. Dat is een eigenschap. Dat is het belangrijkste eigenschap. Maarten, ik zie je knikken. Ja? Dat vind ik het mooie. Het idee dat je inderdaad een anoniem internationaal betaalmiddel hebt dat via internet werkt. Dat ik gewoon aan Patrick 10 bitcoin kan geven. En dat het inderdaad net als cash geld is dat er verder geen instantie is of zo die dat weet. Dat vind ik er mooi aan. Tegelijkertijd, dat is heel erg het idee. Hè, van je kunt ermee betalen. Alleen. Zeg maar door het feit dat er zo'n enorme deflatie is van die munt op dit moment. Begin dit jaar was die $15 waard. Nu stond die eerder deze week op 1200 zoveel dollar. Ja. Op het moment dat je zoveel deflatie hebt, dan houden mensen die munt vast. En wordt die dus eigenlijk niet meer als betaalmiddel gebruikt. En dat maakt hem ongeschikt? Nou ja, in ieder geval als betaalmiddel, lijkt mij. Laten we eens kijken of we het een en ander kunnen fileren. Naar aanleiding van vragen van een aantal kijkers. Ik begin met de vraag van Kees Lutke. Het zijn eigenlijk een aantal vragen in één. Dus maar even oplezen. Gesteld wordt dat bitcoins worden gegenereerd door complexe wiskundige problemen op te lossen, rekensommen. Wie bepaalt wat het probleem is? Wie bepaalt of de oplossing goed is? En wie betaalt voor die oplossing? En hoe doe je dat? Het is een algoritme gebaseerd op wiskundige versleuteling. Cryptografie noemen we dat. Dus het is een algoritme wat voor iedereen te controleren is. Juist. En de controle van de transacties, dat is het bijzondere aan bitcoin. Dat gebeurt niet door één iemand die naar het grootboek loopt en daar dat, zoals bij een bank, aanpast. Mm-hmm. Dat gebeurt door alle computers
in het netwerk. Die moeten een puzzeltje oplossen. En dat puzzeltje, dat geeft aan of die bitcoin wordt vastgelegd in het decentrale grootboek. Dus op al die computers of niet. Dus die bepalen gezamenlijk of dit een waardevol getal is of niet. Of het een geldig getal is. En als het geldig is, dan wordt dat in dat transactieboek log vastgelegd. Kan het niet nog een keer worden uitgegeven. Is jouw bitcoin dus van iemand anders. Juist. En het mooie is dat decentraal gebeurt. Dus dat is veilig. Dat er niemand tussen kan zitten die dat nog kan herroepen. Mm-hmm. En al die computers, die mining computers, die zijn daarvoor in competitie met elkaar. Dus om dat te frauderen moet je heel erg veel computerkracht meenemen om het van die competitie te winnen. Dus het is in principe ook heel veilig. De transactie gedaan is in principe onherroepelijk. Wie bepaalt wat voor soort rekensommen en algoritmes er worden gemaakt? Natoshi Sakamoto. En dat is de uitvinder ervan. Die man moet stinkend rijk worden. Ja, we weten niet wie het is. Hè. Dus als nu pas geleden een soort van tekstanalyse waar het dan zou blijken dat het misschien een Amerikaanse economieprofessor was die erachter zou zitten. Ja. Maar uiteindelijk weten we het gewoon niet. En ja, dat is natuurlijk wel de grap van degene die het ooit bedacht heeft. Toen waren die sommetjes nog heel simpel, hè, die raadseltjes die je moest oplossen. Mm-hmm. Hoe kan het dat die steeds ingewikkelder was? Adaptief in het algoritme. Het gaat vanzelf. Okay. Ja. Dus niemand aan de knoppen. Ja. Maar goed, dus het mooie is, dus de mensen die er heel vroeg bij waren, en Patrick is er geloof ik een van die al vrij snel begonnen is met mijnen. En ik heb het zelf een jaar geleden ook gedaan toen. Ik geloof 0,1 bitcoin bij elkaar gemijnd en zo'n collectief. Ja. Maar zeg maar, hoe eerder je erbij was, hoe makkelijker het was. Dus hoe makkelijker je heel veel munten bij elkaar krijgt. Maar er zit dus ergens iemand op de wereld lachend achter zijn terminal iedere keer op enter te drukken. Nou, meer dan één iemand. Ik bedoel, heel veel mensen, zeker die bedenker. Dat minen is misschien goed om uit te leggen. Ja. Dat minen is eigenlijk de beloning voor de computerkracht die je leent aan het netwerk om het veilig te houden en om die transactiestructuren op te bouwen. Ja. Dus het is een bijproduct eigenlijk. Oké, okay. Volgende vraag. Gesteld door M. de Haas. Wie kent hem niet? Als de bitcoin een getal is, kan iemand dat getal dan niet gewoon kopiëren en namens jou uitgeven? Ja, zeker. Net als normaal geld. Alleen eenmaal uitgegeven kan het niet nog een keer worden uitgegeven. Nou, als ik zo'n bitcoin heb, zo'n magisch getal, en die kan ik kopiëren, die kan ik uitprinten, die kan ik aan de muur hangen. Ja. Maar iemand anders kan er ook mee aan de haal gaan. Ja. Ja, je moet je geld nooit laten slingeren. Dat heeft je moeder je ook verteld. Hè, dat gebeurt natuurlijk ook af en toe wel, hè, dat het gestolen wordt. En dan ben je het kwijt. En dan is het ook vrij lastig te achterhalen vaak wie er precies mee aan de haal is gegaan. Wat dat betreft is gewoon inderdaad cash geld. Op het moment dat je thuis een koffertje met geld hebt liggen en dan komt de inbreker langs en die laat geen vingerafdrukken achter. Ja, dan ben je het kwijt en zo. Met de bitcoin. Dus als je computer gekraakt wordt door iemand, dan heb je pech. Ja. 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 Maar als jouw rekening bij de ING gekraakt wordt, dan kan ik altijd nog ING aansprakelijk zijn. Dat is waar, daar heb je een punt. Ja. En dat ga ik dan ook doen. Dat zou ik zeker doen. Ja. Zou ik zeker doen. En weet je, dan gaat het Rijk gaat ze redden en dan wordt het allemaal op ons weer terug. Okay. Tot zover de uitleg van wat het is. We hebben nu een soort van schets gemaakt. Ik wil nu even kijken naar wat voor- en nadelen zijn. Dat doen we ook weer aan de hand van een aantal vragen. D. Reitsma komt met de volgende vraag. Zonder een centrale bank, want er zit geen centrale bank die toezicht houdt op het betalingsverkeer van de bitcoin. Zonder die centrale bank geen prijsstabiliteit. En dan ben je als consument aan de goden overgeleverd. Je weet namelijk niet wat je in je portefeuille hebt. Ja. Je weet de waarde daarvan niet. Zo is het toch? Het hele punt van prijsstabiliteit is volgens mij heel belangrijk. Mm-hmm. Het is voor mij de belangrijkste opdracht van de ECB is prijsstabiliteit. Namelijk dat je weet van als ik vandaag naar de winkel ga, dan kost iets 1 euro. Als ik morgen of over een week of over een half jaar ga, kost het waarschijnlijk nog steeds 1 euro. En we hebben een heel klein beetje inflatie. En dat is denk ik goed, hè, om een economie draaiend te houden en om aanpassingen in de economie vloeiend te laten verlopen. Een heel klein beetje inflatie, zei je dat nou echt? Ja, we hebben onze inflatie. Het waait onder je kont vandaan, dat geld. Het hangt een beetje van je definitie van. Ik bedoel, Bitcoin heb je een hyperdeflatie. Is 80 keer. Zoveel waard geworden. Waarom zeg je dat? Nee, maar je moet wel een verschil maken. Weet je, de prijsschommelingen nu in het begin. Dat is natuurlijk niet monetaire deflatie of inflatie, of zelfs geen prijsinflatie of deflatie. Dat is gewoon speculatie nog. Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat als iemand vroeger dat goudklompje vond, dat schommelde ook. Het sterker nog, toen olie in 1850, 1860 common werd, waren die prijzen ook nog niet was heel erg geschommeld. Dus het is geen deflatie. Maar wat ik wil zeggen is dat het heel prettig is dat je gewoon weet dat je munt vandaag net zoveel waard is als over een half jaar. En dat ook heel belangrijk is voor het vertrouwen wat mensen hebben. Ik bedoel, stel dat je begin het jaar een lening zou hebben afgesloten in bitcoins om voor je bedrijf. Ja. En je kunt je werknemers. Dan was je heel erg rijk geweest op dit moment. Je had een lening afgesloten. Je kunt je werknemers niet in euro's betalen. Dus je wisselt die bitcoins om in euro's.
En stel dat je 15.000 euro lening had afgesloten, moest je niet meer dan 1 miljoen terugbetalen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje als je. Hoe zit in euro's moet terugbetalen? Hoe ondervang je dat? Dat moet in de toekomst blijken. De beste manier om dat te ondervangen is door met z'n allen te gaan gebruiken. Mm-hmm. Dan krijg je echt marktwerking, dan krijg je stabiliteit. Maar je ziet nu dat die prijs omhoog vliegt. Jij zegt er zitten speculanten in de markt die het spel bederven, zeg maar. Dat kan je nog geen deflatie noemen of inflatie. Dat is gewoon nog zuivere volatiliteit. Maar je zult het met me eens zijn dat als je wil dat grotere groepen mensen dit gaan gebruiken, dat er toch een soort van stabiliteit zou moeten zijn. Een soort van vertrouwen dat er een waardevastheid is. Ja. En die is er dus helemaal niet. Nee, die is er nog niet. Want niemand kent het natuurlijk ook. Niemand weet precies wat het is. Het vertrouwen kan bijvoorbeeld komen uit het inzicht hoe veilig het is. Ja. Of uit het inzicht hoe dat netwerk werkt. Maar hoe is het met goud destijds gegaan? De eerste die het goudklompje vond, wat moet ik ermee? Ja, maar een goudklompje is iets wat je in je handen kan houden. Het is geen intrinsieke waarde natuurlijk op zich. Wat de grond haalt en wat heel concreet is. Als je het hebt over algoritmes en computernetwerken. Mensen gaan zo zitten en hebben echt geen idee wat het is. Dat klopt, maar in principe is modern elektronisch geld natuurlijk ook maar een getalletje op ergens in een groot boekje in een computer. Ja, maar dat is altijd nog herleidbaar op iets wat je in je portemonnee kan stoppen en in je hand kan houden. Vaak, dat is heel, heel concreet. Vaak. Het gaat natuurlijk niet heel erg goed momenteel met al die systemen die we hebben. Nee, dat is waar. Ik vind goud wel een mooie analogie. Want ik bedoel, er is een reden dat we niet meer met goud betalen bij de Albert Heijn. Of bij de Aldi. Ja. Maar met muntgeld, of gewoon papiergeld dat wordt uitgegeven uiteindelijk door centrale instellingen. Het werkt veel beter. Het werkt veel beter, is de afgelopen eeuw aangetoond. En volgens mij, dat is een beetje het punt natuurlijk. Van, stel dat de hele economie zou worden overgenomen door de bitcoin. Dus er zit een grens aan, hè, in 2040. Ja. Hebben we maximaal 21 miljoen bitcoins. En daar hebben we een vraag over. Okay. Komt ze van W. Mulders. Nou ja, hoe kan het dat er een maximum is aan het aantal bitcoins? Dat is by design. Ja? Dat is die Satoshi Nakamoto, ik ben even zijn naam. Die heeft dat zo in het algoritme ingebouwd. Ja, daar kan je het houdt het op. En dan heb je een totaal van 21 miljoen, denk 21 ik. Miljoen. Maar ze zijn 8 cijfers achter de komma. Dat is dat 100 miljoen fracties, 100 miljoen achter de komma. Dus. Oké, en dan hebben we vastgesteld aantal. Is dat een belemmering voor het betalingsverkeer? Nou ja, kijk, ik denk dat het een belemmering is om het een goed betaalmiddel te maken. Want als er, je hebt schaarste. Mm-hmm. En dan zou je kunnen zeggen van ja. Schaarste zorgt voor waarde. Ja, nou ja, dat, tegelijkertijd, mensen houden het dan heel graag vast. Hè? Want je ziet nu, stel dat inderdaad steeds meer mensen daar gebruik van gaan maken. Dat drijft de prijs op. Hè? Want dan mensen kopen die bitcoins dan aan. En hoe meer vraag er is en het aanbod blijft gelijk. Dus die prijs gaat omhoog. Ja. Dus dan is de deflatie in de munt ingebakken. En economen vinden niet helemaal ten onrechte natuurlijk dat de deflatie nog veel erger is. Zie je dat als een belemmering? Laat me een tegenvraag stellen. Is een hamer goed of slecht? Dat ligt eraan. Ja. Dus je moet het niet zien als nadelen of voordelen. Het zijn eigenschappen. Alle munten hebben eigenschappen. Ja. Onze huidige munt heeft als eigenschap dat het heel moeilijk werkt in een economie die niet groeit. Kan een bitcoin-economie deflatieproblemen opleveren? Dat zou kunnen. Maar het gaat erom hoe je het gebruikt als middel, als instrument. Als wij nu met z'n allen, Wat is je punt? Het is een betaalmiddel waar je betalingen mee verricht. Maar het is niet goed of slecht. Het ligt aan de economische factoren eromheen of je er problemen mee krijgt of niet. Mm-hmm. Als wij in onze huidige maatschappij zijn we gewend aan veel inflatie op ons geld. Rente bij banken, dus we gaan sparen dat geld. Veel consumptie. Als wij nu overstappen op de bitcoin, hebben wij een probleem. Want door die deflatie worden jouw leningen worden duurder. Je krijgt duidelijk dat in zo'n systeem het niet gaat werken. Ja. In een zuivere bitcoin-economie, waar dus veel minder consumptie, het is een duurzamere economie, want mensen hun geld wordt meer waard, die gaan het niet meer naar de bank brengen, die gaan geen leningen meer nemen, zou het een heel ander verhaal zijn. Dus je moet de context erbij betrekken. Oké, zou jij je volledige pensioen in bitcoin stoppen nu? Op dit moment niet. Nee, waarom niet? Nou, omdat het te volatiel is. Hm. Maar ik kan je wel vertellen, die technologie, we hadden het over de technologie, die gaat nooit meer weg. Je zal zien dat je kan er zelfs systemen mee bouwen om eerlijk te stemmen. Je kan er systemen mee bouwen om aandelen. Het is een vrij moeilijke markt. Hè? Er kwam een opmerking van een kijker die meldde dat de waarde van bitcoins op verschillende handelsplatforms nog wel eens verschilt. Maar dat was vroeger met olie ook. Ja, dat moet zich settelen. Dat is geen efficiënte, transparante markt dus. Het is heel erg transparant. Er wordt altijd gezegd, bitcoin, dat is allemaal maar niet efficiënt, want ik kan mijn munt hier goedkoop kopen en daar goedkoop of duur verkopen. Dit soort systemen moeten zichzelf inregelen. Mm-hmm. Dat moet zichzelf gaan zelf organiseren. En dat heeft wat tijd nodig. En de vraag is waar zich dat gaat settelen, waar zich dat gaat stabiliseren. Maar wat je ziet, volgens mij kost het iets van 10 minuten om zo'n transactie te laten plaatsvinden. En, nou ja, dat geverifieerd. Ja, precies. En nou ja,
nou ja, vergelijk dat inderdaad met de beurs waar bedrijven natuurlijk proberen in microseconden te handelen. Ja. Ja, en wat dat betreft is het natuurlijk een minder efficiënte markt. Zie je dit ooit als een geaccepteerd, door de gemeenschap geaccepteerd betaalmiddel uitgroeien? Nou ja, kijk, ik denk elke munt is uiteindelijk afhankelijk van hoeveel vertrouwen er bij mensen bestaat. Ja. Dus stel je voor dat er heel veel mensen inderdaad vertrouwen hebben. Er zijn natuurlijk mensen nu die vertrouwen hebben in bitcoins hebben. Dus nou ja, voor die groep zal het altijd een zekere waarde blijven vertegenwoordigen. Ja. Maar het lijkt me heel sterk dat dit iets... Kijk, Patrick hoopt natuurlijk gewoon dat het systeem wat we nu hebben opgeblazen wordt en vervangen wordt door een bitcoin of een ander soort systeem. Ja, maar dan nog. Nou, ik zie dat niet gebeuren. Okay. Hoeveel tijd heeft dit nodig om een Je moet in economie moet je nooit gaan voorspellen. Nee? Maar je hebt toch wel een idee? Ik zou zeggen dat we in 5 jaar meer moeten weten of het echt gaat stabiliseren. Je moet ook realiseren, mm-hmm. Er zijn meer van dit soort systemen. Het Ripple-netwerk vind ik zelf mooier. Heel kort, want we lopen uit de tijd. Die technologie gaat nooit meer weg. Ja. Die netwerken gaan nooit meer weg. Dus dat geld, dat blijft ook wel. Of het echt een compleet volwaardig betaalmiddel... Ik zie de toekomst anders. Je hebt al die verschillende soorten betaalmiddelen naast elkaar nodig. Verschillende currencies en verschillende soorten banken. We hebben nu maar 1 soort bank en 1 soort geld. Fiat geld en schuldgeld en fractional reserve banking. En nu komt dus een dimensie bij. Juist, er komen allemaal verschillende munten. Er komen allemaal lokale munten. En bitcoin is er daar 1 van. En een hele belangrijke. Heren, we moeten het hierbij laten. Dankjewel. We hopen u een klein beetje wijzer te hebben gemaakt op het gebied van de bitcoins. Graag tot zo. Dadelijk weer het nieuws.